Een dijkdoorbraak op industrieterrein Lage Weide. De reddingsbrigade hield afgelopen weekend een rampenoefening waarbij de kampeerders van een camping gered moesten worden van de verdrinkingsdood. Op locatie bij de kraan, twee slachtoffers, eentje, kraan. 1, 2, trekken. Okay. Ja, keurig. Hulpdiensten moeten in noodgevallen goed kunnen samenwerken, zowel bij een natuurramp als bij een ongeluk. Daarom is ook de EHBO Utrecht betrokken bij de oefening. Er zijn verschillende noodsituaties geanceneerd om allerlei verschillende aspecten van een ramp te kunnen oefenen. Er is hier een camping, die is door middel van een windhoos of wind is weggewaaid. Het water blijft stijgen. Er zijn een aantal slachtoffers in het water zelf terechtgekomen. Die hadden een tentbeet. Er zijn een paar gewonden en de EHBO's zijn hier gekomen. En die proberen nou de boel zo goed mogelijk te verbinden en te transporteren. De organisatie had gekozen voor industrieterrein Lage Weide als oefengebied, omdat het water er ruw is en de kaders hoog. Dat maakt het een stuk moeilijker voor de hulpverleners om de drenkelingen te redden en de gewonden te vervoeren. In eerste instantie een beetje chaotisch, nu begint het goed te lopen. De oefeningen draaien nu ook goed, dus op zichzelf gaat het steeds beter. Ja. Wanneer is deze oefening nou geslaagd? Ja, zo'n oefening is geslaagd als er een aantal fouten gemaakt worden waarvan we dingen kunnen leren. Maar geen blunders waardoor mensen echt verwond raken of dingen stuk gaan. Ook reddingsbrigades uit Vinkeveen en IJsselstein werkten mee aan de oefening.